Kijk, dit is de marmolade kool, hoodie kool. Die heb ik gehaakt met de marmolada. Daar heb ik een tutorial van. Ik zal de link onder in de beschrijving zetten. Maar ik vond dit zulk fantastisch garen dat ik dacht, weet je wat? We gaan er polswarmers bij haken. Nou, heb ik er al één gemaakt, gewoon om te proberen. Hier, ik moet de draadjes nog even wegnaaien. Maar dat doe ik pas als ik klaar ben, want dan kan ik precies zien wat, waar en hoe en zo. In ieder geval, dat is voor mij. Kijk, een polswarmer. En ik heb hem gewogen. Ik heb hier mijn keukenweegschaal. Dat is altijd een handig ding voor bij haakwerk. Een keukenweegschaal. Kijk, als ik hem dan aanzet. En ik ga deze wegen. Dan weegt hij 20 gram. En op zo'n bol, daar zit 50 gram op. Dus ik kan er makkelijk nog eentje maken. Dan heb je uit 4 bollen, heb je dan die kool, hoodiekool. En een set polswarmers. Heb je bij klaar voor de winter, zeg maar. Ik ga hem haken. Ik heb hier het voorbeeld, zo. En die ga ik nog een keer haken. En dan hebben jullie weer een tutorial erbij. Kijk, dit bolletje heb ik dus gebruikt, hè, voor die ene polswarmer. En ik ga gewoon verder. Ik haak vanuit het midden, vind ik makkelijk. Ik ga gewoon verder met de kleur waar ik geëindigd ben. En ik ga de tweede haken. Ook weer met haaknaald 6 mm. Trek je niks aan van deze dure haaknaald. Heb je helemaal niet nodig. Gewoon een haaknaald 6 mm. Met de marmolada. Link naar het garen onder in de beschrijving. Hè. Als ik zoiets heb, de link, dan zet ik hem er altijd bij. Deze heb ik van Tineke van Tweedehands Wolwinkel. Nou, je ziet wat voor mooi nieuw garen Tineke heeft. En je begint met een lusje op je haaknaald. En heb je nou die kool al gehaakt, dan kun je dus met die kool zo meten om je pols. Zo, dat je hand eruit kan. Hoeveel steken je nodig hebt. Bij mij zijn dat er 24. 24 lossen ga ik opzetten. En niet te strak haken. Hè? Je moet echt ruimte met die lossen hebben. Ze heten niet voor niks lossen. Oké, daar gaan we. 24 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En je ziet, ik haak losjes, hè? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24. Kijk, en dan leg ik hem neer, zo. En dan gaat hij makkelijk over mijn hand en bij mijn pols. Zie je dat? Je moet altijd je duim een beetje naar binnen doen, hè, als je zoiets aantrekt. Zo. Dan pakken we een steekmarkeerder. Die zou ik hier moeten hebben. Ja. Heb ik. Steekmarkeerder. Ja. En dan doen we... deze heb ik nu strak getrokken. Hè? Die haal ik er even uit. Zo. Maak ik hem iets groter. Dit was dan 24. En dan doe ik 1 losse erbij. Dus in totaal heb ik er eigenlijk 25. We gaan nu in de achterste bubbeltjes haken. Omdat je dan aan de onderkant van je polswarmer een mooi randje krijgt. Is helemaal niet moeilijk. Kijken of ik verder kan inzoomen. En dat ik mooi in beeld kan blijven. Hè? Ik sla om. En dan recht achter je werkdraadje hier. Aan de andere kant van je losse ketting. Dit zijn de veegjes. En dan aan de andere kant heb je hier een bubbeltje zitten.
Die sla je over. Je gaat naar de volgende. Daar zet je je haaknaald tegenaan. En dan met je vinger trek je dat bubbeltje over je haaknaald. Je haalt een lus op. En je maakt een half stokje. Zo. En in dat veetje van dat halve stokje, daar zet ik mijn steekmarkeerder in. Dan weet ik, daar moet ik straks verder gaan. Oké, nog een keer. Omslaan. Je gaat naar het volgende bubbeltje. Kijk, hier heb je die veetjes. En dan aan de achterkant voel je allemaal bubbeltjes. Dus omslaan. Je gaat naar het volgende bubbeltje. Je zet je haaknaald er tegenaan. En met je vinger trek je dat bubbeltje zo op je haaknaald. En als je nou niet strak hebt gehaakt, moet dat echt makkelijk lukken. Lus ophalen en een half stokje maken. Omslaan. Volgende bubbeltje. Haaknaald tegen dat bubbeltje aanzetten. Met je vinger op je haaknaald trekken. Lus ophalen en een half stokje maken. Omslaan. Het volgende bubbeltje. Kijk, hier heb je die veetjes allemaal. Hè? Kijk, en hier zie je dan aan de onderkant blijven die mooie veetjes als randje van je onderkant van je polswarmer. Dat is gewoon mooi. En hier heb je het volgende bubbeltje. Dus haaknaald er tegenaan zetten. Met je vinger er overheen trekken. Lus ophalen. En een half stokje maken. En lukt dat nou echt niet? Hè? Je hebt het geprobeerd, maar je krijgt het niet voor elkaar. Dat kan gewoon. Dan haak je gewoon in de losse ketting in. Zoals je normaal doet. Zo in het veetje insteken. Gewoon doen. Het is alleen, als je dit onder de knie krijgt, dan kun je er zoveel meer mee. En dan krijg je hele mooie randjes aan de onderkant van je haakwerk. Maar het is geen verplichting. Doe gewoon wat jou lukt. Maar mijn aanrader is, ga dit wel oefenen. En het hoeft niet snel te gaan, hè? Zeker niet in het begin. Volgende bubbeltje. En als je je bubbeltjes op een gegeven moment kwijt bent en je zegt van ja, welke lus is het nou? Dan draai je hem weer terug. En dan kijk je, hier zitten de veetjes. En ik voel hier de bubbeltjes met mijn wijsvinger. En dan kun je ze weer terugvinden. En rustig en op je gemak haak je zo je eerste rand halve stokjes. En als je net als ik 24 lossen had, plus eentje extra, 25 dus, dan kom je uit op het eind op 24 halve stokjes. Tijdens het haken zul je zien dat dit heel raar gaat kronkelen. Dat komt doordat je in de achterste bubbel insteekt. Die lus wordt omhoog getrokken en dan de losse ketting onderin, die wordt strakker, die wordt samengetrokken. Maar als je nu die losse ketting vasthoudt en aan de andere kant die losse ketting een beetje uitrekt, dan zie je dat het weer mooi glad wordt. Dan vallen alle steken weer op hun plaats. Nou, ik ga die laatste paar nog even doen en dan kom ik bij je terug voor het vervolg. Nou, ik heb nu dus 24 van die halve stokjes. Deze kant zit mijn steekmarkeerder en hier zit mijn haaknaald. We gaan nu de ronde sluiten, net als dat we bij de hoodiecall gedaan hebben. Ik pak mijn reepje en ik vouw hem naar elkaar toe, zonder dat er een draaiing in zit.
een twist. Het ligt gewoon zo plat. Zie je dat? Zo. Dan in die steek met die steekmarkeerder, daar ga ik weer beginnen. Steekmarkeerder mag eruit. Ik onthoud dat het deze steek is. En we gaan weer in die achterste twee lussen haken. Dus omslaan van dat eerste halve stokje midden in de steek naar beneden, naar achteren, zodat je twee lusjes op je haaknaald hebt. Het is lastig hoor, zo dicht ingezoomd en midden in beeld proberen te blijven. Dus dit was de steek waar mijn steekmarkeerder hier zo in zat. Dan steek ik midden bovenop het veetje, steek ik in naar achteren, zodat er twee lusjes hier op mijn haaknaald zitten. Deze en deze. Deze en deze. Die liggen dan op mijn haaknaald. Ik sla om, haal een lus op en maak mijn eerste halve stokje. En als je dan zo door blijft gaan, net als bij de kool, de hoodie kool, dan krijg je weer die richeltjes. Dus in het midden van de steek schuin naar achteren steken, zodat die twee achterste lussen op je haaknaald liggen. Dan haal je je lus op en maak je je halve stokje. En voor mij, ik heb zo 10 rondes gehaakt. En toen was ik bij de plek waar ik voor mijn duim moest gaan beginnen. Dus twee lusjes van achteren op je haaknaald. Lus ophalen en een half stokje maken. Maar omdat ik dus die eerste... Ja, Doris. Ja. Omdat ik die eerste polswarmer gemaakt heb precies zoals ik hem hebben wil. En hij was 20 gram. Doris, ja, de camera is lief. Ik weet het. Ik zal ze een beetje uitzoomen. Zo. Hij ligt nu op de kool. Even kijken hoor, kan ik dat laten zien? Daar. Op de kool. Mag Kees. Maar omdat hij dus 20 gram weegt, hou ik van de bol. Oh, die steekmarkeerder heb ik niet meer nodig. Hè? Ik gebruik gewoon dit draadje, einddraadje van oké, hier begint mijn ronde. Ik hou dus 10 gram over, ongeveer, hè? Want in de buurt van. Betekent dus dat jij jouw polswarmer ook wat breder of wat langer kunt maken. Heb jij bredere handen als ik? Dan ik, geen idee. Dan heb jij dus garen om je polswarmer groter te maken. Breder, langer, het kan. Maar weeg wel af en toe tussendoor je polswarmer zonder haaknaald eraan. Zodat je een beetje bij kunt houden van oeh, ik begin nu op 25 gram te komen. Ik moet nu stoppen. De helft van het gewicht van je bolletje. Zodat je er nog één kunt haken. Snap je wat ik bedoel? Vast wel, hè? Hetzelfde als met andere dingen waar je er 2 van moet hebben. Dan moet je ook even wegen van hoeveel weegt de 1 en heb ik dan nog genoeg over voor de ander. Kijk. Als je nu ziet, 1, Doris, lekker ding. Rij 1, rij 2, ronde 1, ronde 2. Nou, ik heb zo 10 rondes gehaakt. Ga ik nu ook doen en dan kom ik bij je terug. Ik eindig mijn ronde in de buurt van dit staartje. Kom niet zo heel nauw, maar in de buurt van dat staartje. Dan begin ik weer met mijn duim. Maar daar kom ik op terug. Tot zo. Nou, heb ik dus met stellige overtuiging gezegd dat je 10 rondes moet haken. Maar dit zijn 10 rondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dat is dus niet genoeg, hè. Dus ik heb mijn polswarmer er weer bij gepakt om te tellen. En het zijn er dus 20. Dus je mag er nog een keer 10. Ga ik ook doen. 20 rondes dus, voordat we aan de duimschat gaan beginnen.
Oké, ik heb nu dus die 20 ronden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En voor beide polswarmers doe je precies hetzelfde. Want er is geen linker en geen rechter polswarmer. Je kunt ze aan allebei je handen dragen. Wat je nu doet, je maakt twee lossen. Niet strak, hè, want we gaan straks weer in die losse haken. 1 en 2. Omslaan om een half stokje te doen. En je slaat 4 steken over. 1, 2, 3, 4. En in de 5e ga je weer net als voorheen onder 2 lusjes door. De 2 achterste lusjes. En daar haak je weer een half stokje. En dan haak je de ronde verder af. Halve stokjes in de achterste 2 lussen. Tot je hier bij die losse komt. Dan kom ik bij je terug. Ik heb hier nu nog 1 half stokje voordat ik bij mijn losse kom. Daar maak ik nog een half stokje in. En zo. En als je hem nu aantrekt, heb je dit. Hier komt je duim doorheen. Zie je dat? Dit is mijn werkdraad zo. Dit is voor je duim. En dan heb je dit. Je hebt in principe zo meteen 2 steken minder. Want je hebt er hier 4 overgeslagen. En je hebt er hier maar 2 voor teruggedaan. 2 lossen. Dus je hebt hier nu 2 steken minder dan waar je mee begon. In mijn geval dus 22 heb ik er nu nog. En nu gaan we wel 10 ronden haken. Serieus. Nu begint de nieuwe ronde begint hier bij die losse. En om dat richeltje hier te krijgen, steek ik onder de bovenste 2 lusjes van die losse in. Ik zal inzoomen. Zo. Je hebt het veegje hier van een losse. En hier heb je de volgende losse. Dan steek je onder de 2 bovenste lusjes door. Zo. Dan heb je hieronder 1 lusje. En daar maak je je halve stokje. Dan loopt het richeltje door. 1. En in de volgende losse precies hetzelfde. 2. En dan kom je bij je eerste halve stokje en dan ga je weer onder die 2 achterste lusjes door. En dan is dit het begin van je eerste ronde. En zo haak je dan 20 ronden in het rond. Ja, rondes haak je in het rond, Fon. Nou ja, je haakt gewoon 20 rondes. En dat is echt zo gedaan. Dus als je snel een cadeautje nodig hebt of zo. Heel leuk idee. Kijk, het richeltje loopt hier mooi door. Nou, volgens mij heb ik nog nooit zoveel foutjes gemaakt in zo'n korte tutorial. Tot aan het duimschat. Dat zijn 20 ronden. 20. Dan maak je de ronde waarin je die losse maakt. En daarna haak je 1, 2, 3, 4, 5 ronden. Ik zal het in de beschrijving zetten. Maar ja, mijn excuus. Mijn hoofd wil op dit moment niet zo heel erg goed. En ik wilde zo graag deze tutorial maken. Maar goed, deze is dus ook bijna klaar. Nou, hoe stop je nou die ronde? Je eindigt zo'n beetje boven de steek met het duim, waar het duimschat zit. Dus ik doe er hier nu nog 1 half stokje. Zo precies komt het niet. Zo, dan ben ik er vrijwel recht boven. Dan doe ik 2 vaste. Ook weer steeds in die 2 achterste lussen, hè, dat regeltje door blijft lopen. 1 vaste. 2 vaste. En dan 2 halve vaste.
komt er weer een of ander lapje mee. Het is echt een tutorial van niks, jongens. Eén halve vaste en de tweede halve vaste. Zo. En dan zoek je een schaar. Je knipt je draadje af. Je trekt je lus eruit. En dan kun je die draadjes weg gaan naaien. En dan heb je... Kan ik nog verder uitzoomen? Ja, zo. Dan heb je dus twee polswarmers. Hier zit het gat. Zo. Twee polswarmers. Ik vind ze fantastisch. Ik vind het net sprookjesdingen. En het maakt niet uit, hè. Kijk, ik heb nu zo aan. En als ik het omdraai, doe ik ze gewoon aan mijn andere hand. En het past gewoon. Zie je dat? Hartstikke simpel. En ik heb nog garen over. Dat zei ik, hè. Het moet lukken. Eén bol, twee polswarmers en je houdt garen over. Dus je kunt hem groter maken als je wil. Polswarmers hebben geen ding aan de duim. Dat zijn dan weer fingerless gloves. Dan hoort er hier nog een stukje op. En, nou ja, bij polswarmers niet. Maar krijg je een koude duim, kun je hem altijd zo erin stoppen. Dat past ook. Of je vingers kan ook. Ik wens jullie heel veel haakplezier. Want met die marmolada, het is ontzettend leuk haken. Haaknaald 6 mm. 20 ronden. En na het duimschat 5 ronden. Met de excuses van Vonne. Ik zie je heel graag terug bij een volgende tutorial. Hopelijk is die dan minder chaotisch.